Ik heb heel veel respect voor jullie, elke dag. Het is heel waardevol om iemand te verzorgen. Dat kan als professional, bij alle zorg, wonen bij September, Kompertijn, bij Bloemendaal of zelfs Van Holland. Al die merken die we tegenwoordig in huis hebben. Maar ook de vrijwilligers, de mantelzorgers. Eigenlijk iedereen die zorg verleent, zou elke dag in het zonnetje gezet moeten worden. Daarom is dat leuk om er vandaag extra bij stil te staan. Dankjewel, veel respect voor wat je elke dag doet. Om in de coronatijd te werken was in het begin zwaar. Omdat in het begin helemaal geen bezoek mocht komen en het was nieuw. En nu zijn we al een paar maanden verder en nu is iedereen het gewend. Een mens went snel. En we doen allemaal ons best. We werken volgens de protocollen die worden gegeven vanuit de Heer. En meer kunnen we niet doen. We kunnen elkaar helpen, we kunnen elkaar er doorheen slaan en dat doen we ook als collega's zijnde. Ik heb ongelooflijke bewondering voor de verzorgers in het verzorgingstehuis waar mijn dementerende moeder woont. De liefde en aandacht waarmee ze haar omringen dagelijks is werkelijk hartverwarmend. Wat moeten we zuinig zijn op deze lieve mensen die elke dag weer, dag en nacht, onvoorwaardelijk hun werk doen met volle overgave. Lieve zorgmedewerkers, hoe kunnen we jullie hier ooit voor bedanken? Hoe heeft u het ervaren? Nou, het is een zware tijd geweest, want ik heb een paar weken op mijn kamer gezeten. En hele goede zorg aan alle kanten, van naar de patiënten toe en naar de onder elkaar, merk je ook dat het een goede sfeer is. Wat wij zo leuk vinden aan September is dat vanaf begin af werd gezegd, het is het huis van jouw moeder en dus het is ook jullie huis, of beschouw het als jullie huis. We zijn vrij om te komen en te gaan, buiten corona om natuurlijk. En we kunnen altijd een boterham mee eten, een kopje koffie drinken. We zijn ontzettend blij met hoe de verpleging en verzorging allemaal vooral bezig is. En ik heb er enorm bewondering voor, want ik hoor van de mensen dat ze echt ook in hun privéleven de rekening mee houden, afstand houden en hier voor onze ouders te zorgen. Ik vind het echt geweldig. Ook dat extra stukje liefde naar de bewoners kunnen bieden, dat is heel fijn, want dat kan hierbij wonen bij September. Je hebt daar tijd voor en die nemen we ook. Al is het door middel van een klein spelletje, want helaas, voor de coronatijd gingen we met de bewoners naar de stad en gingen we even een ijsje eten of even wat drinken. Dat kan nou niet, dus nu is het eventjes de tuin in verwandelen of gewoon een spelletje doen of gewoon praten. En dat is hier fijn, dat kan hier en dat is heel prettig.